Israël. Israël kan echt niet verder zo. Zonder een scherpe koerswijziging zullen de inwoners van Galilea nog maar voor 10% uit Joden bestaan. En eigenlijk zijn de Joodse inwoners in Noord-Israël al jaren bezorgd. Maar de overheid sluit haar ogen. Het lijkt erop alsof de gerechtelijke autoriteiten in Israël opzettelijk de Joodse dorpen verstikken. Men mag dus niet uitbreiden. Er is dus een vergrijzing en de jongeren trekken weg richting Tel Aviv. Maar aan de andere kant wordt de bouw in de Arabische sector gepromoot. Nou, kijk, over het algemeen leven de Arabieren en Joden prima samen in Noord-Israël. Maar de demografie verandert voor onze ogen. En de Joden in de Galilea, willen één ding: groeien. In midden Galilea was eens een grote christelijke bevolking. Maar de meeste zijn vertrokken. De Joden mogen al tientallen jaren niet uitbreiden. Maar de Arabische sector komen ieder jaar duizenden woningen bij. En velen zien de veiligheidsproblemen alleen maar groter worden. Kijk, 20 jaar geleden vormden Joden ongeveer een kwart van de inwoners in midden Galilea. En vandaag, met de stad Carmiel erbij opgeteld, is het slechts 15%. Maar wat de inwoners van de Joodse dorpen dwars zit, is dat de staat Israël met onverklaarbare blindheid de demografische kloof met enorme stappen vergroot. En we hebben het hier niet over Judea en Samaria. We hebben het hier over de Galil. Galilea, Noord-Israël. Het is eigenlijk een probleem die we overal in het Westen tegenkomen. Hè? Dus nieuwbouw in dorpjes wordt gezien als een ecologische en economische last. Dus een vrijstandhuis kan wel 10 keer zoveel kosten als een appartement in een gebouw. Daarom zien we in Israël dat de landelijke constructies wordt verminderd totdat de laatste meter is volgepropt. Daarnaast zijn er juridische percepties. Dus de Arabieren in Israël worden gezien als een minderheid en de Joden als meerderheid. Vandaar beperkingen op Joodse bouw en totale vrijstelling aan de Arabische. Positieve discriminatie dus. En praktisch betekent het dat de overheid verschillende regels toepast. Op de Joodse plaatsen in de periferie worden regels en prijzen van het centrum van het land toegepast. En de Israëlische Arabische plaatsen hebben totaal andere regels. Wat de gangbare Israëli niet inziet, is dat we met deze handhaving van regels straks nog maar 10% van de inwoners in Galilea nog Jood zullen zijn. En dit is inclusief de stadsbewoners. Ik bedoel, we hebben het hier niet over de betwiste gebieden in de Westbank. We hebben het hier over de Galil, Noord-Israël. Zijn we daar in de nabije toekomst nog wel veilig? Eyal Betzer is hoofd van de regionale raad van de Israëlvallei. En hij zegt dat de landelijke Joodse dorpen niet mogen worden uitgebreid omdat het Israëlische beleid tegen nederzettingen op het platteland is. Dus die plekken, de kibbutzim, de moshavim, die op het zionisme berusten, hebben te maken met een Israëlische beleid van een vreemdeling. En dan is er nog een wurggreep. Na uitspraken van het Hoge Rechtshof in 2011 werd bepaald dat de omvang van een gemeenschapsnederzetting niet groter mag zijn dan 400 gezinnen. Nou, aan de andere kant, zoals de meesten zich wel kunnen voorstellen, kan een Jood niet in een Arabische dorp of stad wonen. Als hij dat doet,
dan riskeert hij gewoon zijn leven. Dus hoewel de wet egalitair en progressief is, het is eenrichtingsverkeer. Oh, zo is het dus dat er is een massale toestroom van Arabische inwoners naar steden zoals Karmiel en Nova Galil. Ja, maar andersom gebeurt gewoon niet. Het lijkt wel alsof het nog makkelijker is om voor Joden in de Westbank te bouwen dan in Galilea. Maar goed, momenteel worden de bouwplannen van Arabische steden en dorpen op volle toeren uitgebreid. Er is dus een onofficiële samenwerking. Een onofficiële samenwerking met de eis van de Arabieren om de dorpslanden aan hen terug te geven. Nou, de term dorpsgronden verwijst naar kaarten die tijdens het Britse mandaat zijn getekend. Ja? Dus daarop staan de toenmalige bewoners van de Arabische dorpen in Galilea. En op basis van deze kaarten heeft dus het VN-verdelingscommissie in 1947 de grenzen van de Arabische staat getrokken. Een staat, zoals we weten, die de Arabieren weigerden. En na de oorlog van 1948 werden deze Arabische burgers Israëliërs. Nou, een ander element waarop het vastgoedbeleid in de sector is gebaseerd, is dat er expliciet wordt vermeld het concept van locals. De lokale bevolking. De Arabieren dus. Een beetje zoals de Indianen in Amerika of de Aboriginals in Australië. Zo klinkt dit althans voor mij. Dus vandaag de dag worden de inwoners van Arabische steden voor 100% herkend als lokale bevolking. Maar hoe zit het met de Joodse inwoners van voormalig Palestina? Zij zijn toch ook locals? Joden hebben toch altijd in Galilea gewoond? Bestaan er dus ook voordelen voor hun? Israël is toch nog steeds sionistisch, of niet? Dan hebben we, ja, dat we het even goed begrijpen. De definitie van locals vertaalt zich in kortingen van honderdduizenden shekels voor elke Arabische inwoner die zijn huis in het noorden koopt. Dus als voorbeeld, in plaatsen zoals Gilon, Tzurit of Shorashim kost een stuk grond ongeveer 1.150.000 shekel. Ja? En in Kfar Shahab, dat ernaast ligt en meerdere malen groter is, is de prijs slechts 50.000 shekel. Ja, dus meer dan 1 miljoen voor de Jood, maar 50.000 voor de Arabier. Kijk, het is allemaal prima dat er voordelen zijn voor de Arabische sector. Waar het mij om gaat, is dat er gewoon wetten horen te zijn die voor iedereen moeten gelden. En wat daar nog bij komt kijken, is dat er in de nabije toekomst haast geen Joden meer overblijven in de Galilea. En dan denk ik dat hier implicaties zijn voor de nationale veiligheid. Er moet een demografische evenwicht komen. En zo niet, dan hebben we big, big problems.